Hai! 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 What's that? What's that? Here! Here! For a dude! For a dude! Can I put? Can I put? Who is this? How is this? We hebben de educatieve en informatieve bootcamp die we als Defensie hebben georganiseerd. Zijn we aan het afsluiten. 9 dagen waren die kinderen hier. En we hebben ze geprobeerd om eigenlijk te laten nadenken over zichzelf. Van wat willen ze van hun leven? Wat willen ze bereiken in hun leven? En het tweede wat we hebben gedaan is de kinderen in een routine brengen. Een routine van discipline. Jair, hoe was het hier? Zo, eerste dag was wel een beetje zwaar, maar ja, de eerste dagen waren wel een beetje zwaar. Maar nadien raakte ik gewoon gewend eraan. Bang, 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 bang. Hart Morelis! Ho, ho, ho! Hart Morelis! Ho! Wel, ik kan zeggen, het was leuk. Soms moet je straf meemaken, weet u, wanneer iemand iets heeft gedaan of zo, maar in de meeste gevallen was het wel leuk. It was a little hard to get up 5 a.m., but the correction was really like a sport, and I really liked it, and it was super good and fun for me. Okay, for me it was the best thing of my life, and especially the sport things we did. We hebben een heleboel dingen gedaan, vooral die correcties, want daar is het eigenlijk van, like, ja, het is een straf, maar ik vond het wel leuk. My dear country, we'll always make a stand for you. We'll fight for our country. We'll rise with our country. Voor mij was het een bootcamp waar ik sowieso nieuwe dingen bij leer. Zo kan ik zeggen, we hebben leren bakken van broden. Is iets nieuws voor mij. Planten, beter planten uitleggen van welke ziektes bepaalde planten hebben en zo. Welke plagen er zijn. De eenmans onderkomen, dat is de eenmans balle. Ja, dat is een bed. Ja. En in het bos overleven. Als je bent verloren in het bos, een kamp bouwen, een vuurtje maken of wat om te barbacotten. Dat zijn nieuwe dingen voor mij. Als derde hebben we hier de geïmproviseerde barbacot. Met hier erbij de geïmproviseerde rugzak. De brokkobakka is een van de valstrikken. De naam zegt het al, als een wild langs loopt, heb je sowieso wat vers vlees te eten. En ze geven echt veel motivatie en tips. Hier leer je ook veel dingen. Bijvoorbeeld planten heb ik geleerd. Ik had een paar dingen gedaaid, een beetje geleerd. Men kan er ondernemen aan gaan. Lakens maken, kruidjes. Het was goed, leuk, avontuurlijk. Ja. Hier is het echt frisse lucht, dus ja, je kan even hier even hangen. Als je bent bijvoorbeeld geblesseerd, dan komt iedereen helpen, mag niet uit. Ik vond het heel prettig, want ik heb zoveel dingen geleerd, net als discipline en niet opgeven, want ik ben iemand, ik geef snel op. Dus ik heb geleerd om niet snel op te geven. Ik heb zoveel liederen geleerd, nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb, wat nog meer? Ik heb heel veel dingen geleerd, ik kan niet eens alles opnoemen. Ligado por ti mi drape, futa wa visite. In deze 9 dagen, dames en heren, hebben deze jongeren nieuwe gewoonten aangeleerd. Vroeg opstaan, op tijd naar bed gaan, hun eigen bed opmaken, schoonhouden van hun omgeving. Fysieke oefeningen om energieker te zijn. Samen dingen doen. En met andere jongeren omgaan. Maar daarnaast hebben ze geleerd om hun tijd nuttig te besteden. Geen tv. En ze hebben maar een uurtje op hun telefoon kunnen werken. Dus u hoort het goed. 9 dagen zonder televisie. Maar ze hebben hun tijd
nuttig besteed. Ze hebben ook motivatiesessies gehad van bekende leiders en rolmodellen. Ze hebben nieuwe vaardigheden aangeleerd, zoals bakken van hun eigen brood, het aanleren van batiktechnieken, planten en het leren waarderen van de natuur. En het mooiste daarvan is, we bouwen eenheid hier in Suriname. Zo help je mensen hier eenheid bouwen in dit land. En ik geloof en denk dat het eenheid hier gaat beginnen tijdens onze bootcamp hier in Suriname. Het is niet alleen voor kinderen die bijvoorbeeld problemen hebben met hun emoties of een beetje agressief zijn. Nee, het is voor iedereen. Het is voor iedereen, want hier, deze mix van 94 kinderen, merk je dat ze verschillende buurten zijn. Van Ikeri komen wij in een paar, maar voornamelijk Paramaribo. De sociale klasse verschilt ook, de opleidingen verschilt ook. Je hebt kinderen van kindertehuizen ook, dus het is een hele mix. Het maakt niet uit wie het is, van waar ze komen. Succes is voor iedereen. Ben je ook een stout kind geweest? Jawel, ik ben nog steeds stout, maar ja. Want dit is een bootcamp om kinderen wat discipline bij te brengen, toch? Jawel. Dus nu ben je gedisciplineerd? Toch wel. Ja, toch wel. Wat voor stoute dingen deed je zo dan? Ik stelde vlees uit die pot. Ik luisterde niet naar mijn moeder. Ik weet niet waarom ik dat deed, maar ja. Dus laat me zeggen, ik was gewoon overal, ik luisterde gewoon niet. Ja. Je was ongehoorzaam. Jawel, heel ongehoorzaam. En nu? En nu heb ik veel geleerd, dus ik zie dingen anders, net als hoe ik het vroeger zag. Everything was amazing. Well, thank you all for telling me the details, and till next time. Ik was een stille kind hier op kamp, maar ik was echt zenuwachtig om tot bepaalde te praten. Dus daar was ik gewoon naar hier gekomen om hier misschien bepaalde dingen te doen, bijvoorbeeld mensen leren kennen of gewoon meedoen aan sport. En uit je verlegenheid komen. Ja, mijn verlegenheid ook komen. Oh nee, give up! Oh nee, give up! Maak van een mooie weg een wandelpad. 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 Heel mooi. Heel mooi, hè? Dankjewel, dankjewel. Ik ben hier gekomen om mezelf te ontwikkelen. Om volwassener te gaan denken. Over bepaalde zaken van mijn leven, bijvoorbeeld 5 uur in de ochtend opstaan, werken, weet u. De discipline! De discipline! De law! De law! De teamwork! De teamwork! En de bootcamp, you are the champ! Ik ben gewoon hier gekomen om wat manieren te leren. Niet manieren, maar om extra manieren te leren. Jawel. En ben je nu een ander mens, een beter mens? Een ander mens, jawel, toch wel. Dus laten we zeggen, ik ben een halve soldaat. Ja, ik ben een halve soldaat geworden. Ik ben hier gekomen om mijn opleiding te volgen. Ik wil een militair worden, daar ben ik gekomen. Ja. Dus nu ben je flinker geworden? Ja, ik ben een beetje flinker geworden. En dan heb je touwtrekken. Groepen versus de mentoren. Hoe wil je laten zien? Oké, winnaar blijft hier. Pari, regel dat al snel. Oh my god. Te vaak zien we jongeren betrokken bij geweld, bij gokken, bij alcohol en drugs. En te vaak vragen wij ons af, wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen? Wij, dames en heren van Defensie, hebben met deze educatieve en informatieve bootcamp voor jongeren een concrete bijdrage geleverd om jongeren weerbaar te maken voor de uitdagingen die op hun pad komen. Ready? Ja.
Arian. Het mag vaker gebeuren, gehouden worden. Zoiets? Jawel. Bepaalde kinderen die helemaal niet luisterden, begonnen echt discipline te leren hier. Dus ja, ik zou het wel recommenden. Moet dit vaker gebeuren? Vaker, toch wel. Ze moeten vaak deze bootcamps organiseren. Dus ja. En ik vind het heel belangrijk dat dit elk groot vakantie zou moeten georganiseerd worden voor jongeren. Zodat onze jeugd hier in Suriname nooit kan verloren gaan. Ik zou zeggen, schrijf ze in voor de bootcamp. Want hier ga je discipline leren en ze gaan je zoveel dingen leren die je nooit eerder wist. En je kind gaat sowieso veranderen. Ja, breng ze naar de bootcamp. Baby's, het is de plaats om discipline te leren. Baby's, het is de plaats om discipline te leren. Stay strong and never give up. Stay strong and never give up. Baby's, het ministerie van Defensie heeft met deze educatieve en vormende bootcamp haar plicht gedaan. En het zal niet bij deze blijven. 1, 2, 3, 4. Discipline en moreel. Attent op van rationeel. Een stap die herhaald moet worden. We gaan het herhalen. En dat we budget ook tijdig vrijmaken om ook, wat mij betreft, minister, in alle districten zoiets op te zetten. We zijn! We zijn! Hier! Hier! Voor het doel! Voor het doel!